Wist je dat een nieuwe auto in Nederland gemiddeld 25.000 euro kost? En wist je dat het bezitten van een auto je meer dan 100 euro per maand kost aan wegenbelasting en verzekeringen? Misschien kun je dan toch maar beter gaan shortleasen. Hey Robert. Hey Gina. Hallo. Hey, de term leasen, die ken ik. Maar shortleasen, wat jullie hier doen, ik heb geen idee. Wat is dat? Nou, shortlease, daarbij kun je een auto afnemen met een minimaal looptijd van 30 dagen. En die staan aan elk moment is die weer opzegbaar. Het kan zelfs zijn dat iemand met een week al zegt, ik vind die auto niks, mag je hem ook weer inleveren bij mij. Maar in de basis is het 30 dagen, daarna tot 24 maanden, elk moment kan die weer aan de kant gezet worden. Dat klinkt heel gunstig en het kopen van een auto is natuurlijk vrij duur. Wat voor voordelen zitten er nog meer aan het shortleasen? Nou ja, ik geef het aan, het is best duur. Het voordeel is dat de centjes op de bank kunnen blijven staan, zowel voor privé als zakelijk. En meer voordelen is, vooral voor een werkgever, dat op het moment dat iemand uit dienst treedt, een auto kan gelijk weer aan de kant gezet worden. Mensen die op projectbasis werken, die kunnen bij wijze van spreken een auto alleen voor dat project afnemen en daarna weer aan de kant zetten. En zo zijn er tal van mogelijkheden waarbij shortlease een hele goede manier is om een auto af te nemen. Maar dat zijn dan eigenlijk algemene voordelen. Maar wat is nou het voordeel als je het vergelijkt met gewoon leasen? Nou, bij gewoon leasen is het zo dat een contract minimaal 24 maanden is, maximaal 60. En dat een contract een vaste looptijd heeft. Op het moment dat men tussentijds van de auto af zou willen, dan moet men een afkoopsom betalen. Ook is het zo dat als er andere kilometrages gereden worden dan afgesproken, dan vindt er een herberekening plaats. Nou, bij shortlease is het zo dat we hebben een vaste prijs, we hebben alleen een meer kilometer afrekening. En het is echt, elk moment kan het contract beëindigd worden. Vooral dat bedrijven leasen of shortleasen, maar kan ik eigenlijk voor persoonlijk gebruik ook shortleasen? Ja, zeker. Ook als iemand privé, dat gebeurt steeds vaker, dat een werkgever zegt ik geef een autobudget. En voor dat autobudget moet men zelf de auto regelen. Kopen kan niet iedereen, leasen wil niet iedereen vanwege de lange looptijd. Dus kiest men voor shortlease. En bij shortlease is inderdaad ook als hij weggaat bij een werkgever, de auto kan zo weer geretourneerd worden. Ja, dat is wel heel handig. Het gebeurt ook dat mensen in between jobs zitten. Dat iemand zegt van, hey, ik moet mijn leaseauto inleveren, maar ik verwacht met een half jaar weer een nieuwe job te hebben waar ik weer een leaseauto krijg. Is het beter om te shortleasen, dan hoeft men niet te investeren. Men heeft ook geen restwaarderisico's als men de auto weer kwijt wil. Dus inderdaad, het is privé heel goed mogelijk. Ja, wat goed. Hoe reageren mensen nou op dat shortleasen? Mensen zijn heel enthousiast en dat kan ook niet anders. Een auto is echt elk moment opzegbaar en weer bij mij in te leveren. Ze krijgen een nieuwe auto met navigatie, airco, bluetooth, heel complete auto's. En het geeft geen enkele verplichting. Echt elk moment kunnen ze de auto zo weer bij mij terugzetten. Wat goed hè? Nou ja, je hebt een goede verkooppraat. Misschien moet ik ook maar eens gaan shortleasen. Dank je. Doen.